We zijn vandaag in Oostenrijk en daar komen we de hele week vandaan. En je ziet het, het sneeuwt. Nou, er ligt nog heel veel sneeuw van de afgelopen weken. Het heeft hier flink gesneeuwd. Het is een prachtig wintersportgebied natuurlijk. Maar deze week is het de feestweek. De afsluiting van het skiseizoen hier in Westendorf. En RadioNL is erbij, iedere werkdag tussen 12 en 3 op volle kracht. En Hessel zegt dan altijd... Van de Berg, dames en heren, ook in Oostenrijk. Hoi! Goedemiddag en zo. Het is eigenlijk bijna met 2000. Het is gewoon schitterend. Gisteren grandioos weer, nou weer sneeuw, morgen weer mooi weer. Dus ja, we hebben hier alles. We genieten echt ervan. Dus, en volgens zijn we er gewoon weer bij, dus dat is niet zeker is. Binnen hier of? Nee, wij zijn zondag aangekomen met het vliegtuig. Dus, zaterdag gaan we weer terug. Ja, goede vlucht gehad. Ja, en een heel mooi appartement, dus super. Arie van den Berg uit Alvenes. Ik wil even de groetjes doen aan mijn kinderen en aan de medewerkers van Meerlanden uit Rijssenhout. En heel veel plezier nog verder in Nederland en wij vermaken ons wel hier. Hallo! 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 Dat zit in de studio. Dit is de mobiele studio van RadioNL. Hij belt nu even met Jan Visser. Alfred, lukt het? Ja, ik hoop het. Ik hoop het wel. Ik hoop dat het gaat lukken. Jan Visser even live vanuit Permanent en dan het weerbericht hier in Oostenrijk. Het is hier zonnig, dat scheelt. Ja, en ook op het terras bij Gerry's Inn, waar heel veel mensen zitten, daar vinden we een hele grote ster. Ik zal hem even proberen te storen. Django! Django, heb je even? Ja. Goed wel zo, hè? Hoe is het? Ja, heel goed zelfs. Ja. Waar zijn we? We zitten hier in het mooie Westendorf, bij Gerry's Inn, the place to be hier in Westendorf. Ja, en hij is druk bezig met, wat ben jij aan het doen, Bert? Ik ben begonnen waar ik, tenminste ik ben bezig waar ik mee begonnen ben, in de krantenwijk. Ik was 12 jaar, dan ben ik 52 geloof ik nog de krant rond. Dat is het hè, Hessel. Speciale krant toch? Dit is de originele feestweek Brixental krant, 15e editie. En dit was ik 15 jaar geleden, Hessel. Kijk eens even, een knappe vent. Mooi hè. Het zonnetje schijnt weer. Het gaat de goede kant. Het is heerlijk hè, de sfeer is weer goed hè? Hele goede sfeer, leuk, lekker druk. Het zonnetje schijnt, want vanmorgen even een beetje sneeuw. En de rest van de week houden we alleen maar zon. Dus wat willen we nog meer? Helemaal top. Je hebt het weer mooi geflikt. We hebben het er goed voor elkaar. Oh, dat is niet handig. Dat is op skivakantie. Vorig jaar ook al. Ja? Vorig jaar al. Ja, dat was ook schön. Was ze ook hier? Ja. Ja, had ik ook. Herkent hij je niet? Nee, hij is niet zo betrokken. Jullie zijn fan? Ja. Ja, oh, ik zo erg. Ja. Otto is de beste. Is hij de beste? Ja, fantastisch toch? Het hele jaar heeft ze hier hij brengt zoveel vreugde in het leven. Ja, precies. Ja, ja, wel. Je kan het gewoon in het Hollands doen. Het Hollands toch ja, je kan. Ja, ja, natuurlijk. Je brengt vreugde in Holland. Ja, maar je brengt echt vreugde in mijn leven. Echt. Ja. Otto Lagerfett. Hallo, hallo. Ik heet Theo. sind wir heute. Schönes Wetter, schöne Menschen und RadioNL natuurlijk. Ja, alles oké. Spreek je nou al een beetje Nederlands, Otto? Natuurlijk, klein beetje, maar die Prins Bernhard, hè? Ja, hallo. Prins Bernhard? Prins Bernhard, ja. Kennst du die? Die dacht, hij was oud-Duits, ja. Een beetje alles zo niet kennen, een Lockheed-affaire. Wat is het verschil tussen Nederlands publiek en Duits publiek? Ik denk die Holländer die zijn dus immer in een goede leune. Die hebben immer zin om te party te maken. In Duitsland zijn ze ganz serieus die ganze dag. Ja. Ik denk dat is onderscheid. Ja. En het liedje Doe, is dat beter bekend in Duitsland of meer in Nederland? Nou, ik denk dat het beide landen genauso wie bekend. Maar in Holland zingt men dat immer met. In Duitsland zeggen dat is oude muziek, die vinden ze niet schön. Die houden alle van Club 3 of de Helene Fischer. Ja. Zing even een stukje voor. Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles. So. Ja, ich muss erstmal ein Bier trinken, Hessel. Und dann geht das besser.